Hoi, leuk dat je kijkt naar een nieuwe video op mijn kanaal. In deze video ga ik jullie mijn schoenenstash laten zien. Het leek mij wel een keer leuk om dit te doen. Ik zit ook even in een andere setting, want het is heel donker buiten en het is qua licht een beetje lastig met filmen, maar zo gaat het het beste. Ik heb wel even een kleine mededeling. Ik weet namelijk, ik heb heel veel schoenen, dat er in mijn schoenenstash sowieso twee paar schoenen gaan bijzitten die mensen niet oké vinden. Ik heb hier namelijk een sleutelhanger van en ik heb daar toen de tijd eigenlijk al best wel veel commentaar op gekregen of ik niet wist dat dit merk heel slecht is. Ik weet het. Ik weet waar de schoenen van gemaakt worden. Ik weet dat heel veel mensen hier commentaar over hebben. Maar aan de andere kant, ik ben dol op deze schoenen en ik denk ook dat dit iets is waarvan je mensen in hun waarde moet laten. Het is zo'n populair merk, dus heel veel mensen kopen deze schoenen. En ik word er ook oprecht blij van. Dus misschien vind je me daarom een slecht mens. Maar ik denk ook dat het iets is waardoor je elkaar in de waarde moet laten. En ik hoef dus niet per se te horen hoe slecht deze schoenen zijn. Of dat ik wel weet waarvan ze gemaakt zijn. Ik weet het allemaal, maar mijn liefde voor deze schoenen die blijven. Dat was even de kleine mededeling. Ik ga de schoenen overigens niet aantrekken, maar ik laat ze gewoon zien. Ik zal er wat proberen wat meer over te vertellen. Mocht je vragen hebben over bepaalde schoenen, mag je die altijd in de comments stellen. En zal ik ze proberen te beantwoorden. Maar nu ga ik gauw beginnen met mijn schoenenstash, want ik heb heel veel schoenen. Dus mocht je benieuwd zijn welke schoenen er in mijn stash zitten, wat een beetje mijn stijl is, zou ik zeker zeggen, kijk even gezellig mee met deze video. Alles ligt oprecht door elkaar, want ik heb normaal alles boven staan. Ik heb alles van boven naar beneden gehaald. Dus ik ga het ook random laten zien. Ik ga even beginnen met een paar zomerschoentjes. En dat zijn deze. Deze zijn van Haren, van het merk Graceland. En dit zijn hele leuke zomersandaaltjes met een ritje aan de achterkant. Ik heb deze in maatje 39 en dit zijn echt super toffe schoentjes. Ik heb deze echt afgelopen zomer nieuw gekocht en ik word er nog steeds heel erg blij van oprecht. Zitten heel erg lekker. Super leuke schoentjes om af te wisselen, vooral in de zomer. Dan heb ik een setje All Stars en dit zijn de normale. Ik heb zwarte All Stars, heb ik ook een maat er nog bij staan, 6,5. Dus ik weet niet precies wat het in het Nederlands is. Ik weet niet of het in de tong staat misschien. ...39,5 is dit. 6,5 staat voor 39,5. Het zijn gewoon de Classic All Stars. Ik loop mijn schoenen ook scheef af, dus ik leen mijn schoenen ook nooit uit. En ik koop eigenlijk veel echte merken als het om sneakers gaat, omdat ik daar het beste op loop. Dus deze zwarte All Stars, die ook leuk te combineren zijn. Dan heb ik een van mijn favoriete hakken en dat zijn deze. Dit is een pump. Ik heb deze in maatje 40. Dit is van Hot Item en dit is een merk wat jaren geleden bij de Schoenenreus dus werd verkocht. Maar ja, Schoenenreus is er niet meer. Maar ik hou oprecht van deze schoenen. Ik draag ze dan ook echt graag. Hij heeft een hele hoge hak zoals je kan zien. Maar ik vind ook dit plateau gedeelte heel erg leuk. Dus dit zijn echt wel een van mijn favoriete pumps. Nou, dan ga ik gelijk door naar een van de schoenen waar ik dus denk dat het commentaar op komt. En dat zijn deze UX. Ik heb zwarte UX in maat 40, denk ik. Ja, in maatje 40. Ik kan in de winter niet zonder mijn UX. Dus mijn zwarte hoge UX. Dan heb ik een paar hele leuke schoenen. Deze heb ik gewoon bij de Lidl gekocht vorig jaar. Het is suède. Er zit ook een stretch gedeelte in. Een rits aan de zijkant. En aan de achterkant zit een soort van slangenprintje. Deze heb ik in maatje 41. Deze vielen vrij klein. Dus ja, ook super leuk. Ook weer een iets een plateau gedeelte. Een vrij hoog hak. En zijn gewoon super leuk te combineren. Ook bij bepaalde outfits. Een rokje, een jurkje of een leuke broek. Ja, heel blij met deze schoenen. En dit was ook echt een koopje, want die schoenen hebben maar 10 euro gekost. Alles ligt een beetje door elkaar. Dan heb ik nog een paar schoenen. Deze komen ook nog van de Schoenenreus.
maatje 40 met een open teentje. Het is een soort velvet materiaaltje. Het is heel zacht. Het zijn superleuke schoentjes. De hak is iets minder hoog als die van de andere. Maar vooral het open teentje is gewoon heel erg leuk. En ja, super fijne schoenen. Dan heb ik mijn lange laarzen. En dit zijn knielaarzen. Deze komen van de H&M. Die heb ik vorig jaar gekocht. Die heb je, als je mijn vlog ook volgt, misschien wel kunnen zien. Hij heeft een puntneus. Hele hoge hak. En ja, zijn super fijn. Het zijn knielaarzen. Ze komen vrij hoog. Ik wilde graag knielaarzen in een leren variant. Het is overigens gewoon nep leren hoor. Maar ze werden zakt af bij mij. En dit blijft op zich redelijk zitten. Ik heb misschien iets te dunne bovenbenen voor dit soort schoenen. Ik zal even kijken of er ook nog een maat zichtbaar is. Maatje 40 zijn deze. Dus dat zijn deze onwijs lange laarzen. Maar die zijn wel super tof te combineren. Dan heb ik nog een paar pumps met een open teentje. En deze heb ik echt al super lang. Deze zijn van het merk Fuji. En deze die komen nog van de Scapino. Maatje 40. Dit zijn schoenen die ik aan heb gehad tijdens mijn diploma uitreiking. Ze passen nog steeds. Ze zijn van lak. En ook een open teentje. Super leuke schoenen. En die zitten ook nog steeds oprecht heel erg lekker. Dus daar ben ik ook nog steeds heel erg blij mee. Volgende schoenen, dat zijn een paar Vans. En ik ben dol op Vans. Dit zijn nog oude Vans, want tegenwoordig zijn ze vernieuwd. Hier staat het logo. Ik heb ze echt al heel vaak aangehaald. Hier zie je ook het merk Vans. Het is een combinatie van suède en stof. Hele leuke, fijne schoenen. Ik heb deze in maat. Staat het er nog op? Dat is een beetje moeilijk te zien. Maatje 40. Hele leuke, fijne schoenen die ik ook nog met heel veel plezier draag. Zitten ook lekker stevig. Dus daar hou ik van. Dan heb ik deze schoenen. En dit zijn namaak Timberlands. Het zijn geen echte. Ze komen van de Schoenenreus. Maatje 40. Het was toen de laatste dag dat Schoenenreus verkoop had. En toen heb ik deze voor 10 euro kunnen kopen. Normaal waren ze geloof ik 40. Dus echt, ja, het zijn hele fijne, stevige schoenen die ook wel warm zitten. Maar je moet er, als je er echt een hele wandeling op wil maken, zijn ze echt prima. Maar ik heb er nog te weinig op gelopen, zeg maar, om ze echt, ja, goed in te lopen. Dus ik had het laatste keer toen ik ze erop gelopen heb wel een beetje zere voeten. Maar ik vind ze wel super leuk. Het zijn wel echt super leuke schoenen. En in die tijd waren deze ook wel heel erg hip. En ze zijn goed te combineren. Het geluid wat je hoort, er valt een tas om met schoenen. Dan heb ik echt een paar hele oude. En dit zijn Key Swiss. De roze veters horen er niet in. Dat vond mijn zusje toen leuk als ik dat erin zou doen tijdens de avondvierdaagse. Dit waren van die schoenen. Daar kon je de tong van twisten. Dus die tong die kon je draaien en dan had je bijvoorbeeld stippeltjes. Nu heb ik de gewone tong. Ik draai hem eigenlijk nooit, want het is best wel breekbaar. Ik kan de maat overigens ook niet meer terugvinden. Maar ga ervan uit dat dit een maatje 40 was. En ik gebruik ze nu vooral als ik moet klussen. Want er zit echt heel veel verf in. En er zitten ook verfvlekken op. Maar ze zijn ook wel best wel oud. Dus het zijn meer klusschoenen geworden. Dan heb ik een paar Nikes. En deze heb ik in maatje. Even kijken hoor. Dit is maat 43. Maar ze vielen heel klein. Ik ben ook niet echt heel erg iemand die een maat koopt. Weet je, ik koop een schoen, valt die te klein, neem ik een maatje groter. Daar lig ik niet heel erg wakker van. Het zijn deze Nikes. Ze hebben veters en dan hebben ze zeg maar nog een plakgedeelte. Die ik wel even dicht kan doen. Ik wil even de veters er tussenuit halen natuurlijk. En die doe je dan zo dicht en dan heb je een zilveren plakrand. Hele leuke schoenen ook heel fijn. En ja, ooit een keer in de opruiming gekocht, want ik wilde graag een paar Nike's. En ja, Nike's dus. Dan heb ik deze paar schoenen van Kappa. Dit zijn zwarte schoenen met blauw en oranje. Ze zijn inmiddels wat vies, omdat ze al best wel oud zijn. Maatje 40, maar wel een leuk plat model. Dus Kappa schoenen. Dus
mij heb ik deze ooit... Maar ik kwam ze ooit van Scapino, maar dat weet ik niet. Dan heb ik hier een paar Adidasjes. En dit zijn Adidas Neon schoenen. Neo in maatje... Oh. Er staat geen Europa bij, maar ik ga ervan uit dat het gewoon maatje 40 is. Dat zijn deze. Ze zijn van Suede met roze. Dat vond ik wel heel erg tof. Hele fijne schoentjes. Niet een hele dikke zool, maar wel ja, super leuk. En ik vind Adidas schoenen eigenlijk oprecht wel heel erg fijn. Dus ja, die. Dan heb ik nog een paar zomerschoentjes. Dat zijn deze. Deze zijn niet meer de allermooiste, maar ik wissel deze nog wel af met mijn oude schoentjes. Omdat ik deze ook wel heel fijn vind. Een heel fijn hakje onder. Maatje 39 was dit. Ik weet niet waar ik ze ooit vandaan heb gehaald. Maar ik vond ze echt super fijn. En ik wissel deze nog gewoon graag af. Dan heb ik nog een paar All-Star schoenen. En dit zijn lagen. Volgens mij hebben deze ook nog een speciale naam. Maar dat weet ik niet. Het zijn gewoon die All-Stars in een lage variant. Ook in het zwart. Maatje 6,5. Nou, wat hadden we gezegd? Volgens mij was dat. We gaan toch weer even kijken. 39,5. Zitten heel fijn. Zijn echt super leuk ook te combineren. Ik hou ervan. Dan ga ik naar Adidas Superstars. Dit zijn schoenen die ik heel graag wilde hebben. En ik er heel graag draag. Ik ben nog steeds heel blij mee ben. Dat zijn deze. Ik heb ze in het zwart. Maat, god, gaan we weer, jongens. Veertig, denk ik. Ik heb geen idee. Wat zijn deze? Uiteraard twee soorten. En ook wat ik met kleding heb, heb ik af en toe ook met schoenen. Maar heb ik ze ook in het wit. En dit staat hier wel een duidelijke maat in. Nee. Het zijn dezelfde schoenen, maar dan in het wit. En ja, super fijn. Super tof te combineren. Echt hele leuke schoentjes deze. Dan heb ik een paar van deze schoenen. En deze komen van Schoenenreus, zo te zien. Met een sleehak. Zijn ook van een soort Suede. Zijn hele leuke schoenen ook. Keer wat anders als je wilt afwisselen. Je moet van de sleehak houden, maar ik vond het wel heel erg leuk. Dan ligt er nu best wel een beetje veel door elkaar, moet ik heel eerlijk zeggen. Dan heb ik nog een paar schoenen en dat zijn deze. Die vind ik ook super fijn. Die gaan strak, dit gaat strak om je enkel staan. Dan kun je hem achteraan dicht doen met een rits. Netjes hakje eronder, net hakje eronder, ook Suede. Maatje 40 is dit ook. Super leuke schoenen dus. Dan heb ik een paar ballerina's. En deze heb ik in maat 41. En deze heeft ook een klein sleehakje, maar ook wel gewoon een leuk hakje met een heel schattig strikje. Ik hou van ballerina's. Ik vind het ook heel leuk te combineren in de zomer met een broek. Bijvoorbeeld. Dan heb ik een paar schoenen van de Action in maatje 40. Met dit hakje eronder. Ook hele leuke schoentjes. Suede ook. Maar gewoon leuk om ze af te wisselen. Ik hou van pumps. Dus ja, super leuk. Dan heb ik een paar slippers van Birkenstocks. Die ik heel graag draag in maatje 39. En volgens mij hebben deze ook nog weer een speciale versie. Maar dat weet ik niet. Ik weet alleen dat ik deze graag draag. De Birkenstocks. Die heb ik ook in nog een variant. En dat zijn deze met een stukje tussen de tenen. Ook maatje 39. Dus dat zijn mijn slippers die ik in de zomer draag. Ik ga even de tas naar voren halen. Dan heb ik een paar schoentjes met een sleehak en veters. Leuk te combineren ook. Komen ook nog eens van de Schoenenreus. Maatje 40. Ik
combineer ik ook graag bijvoorbeeld met een rokje en een maillot eronder. Vind ik dit echt een hele leuke combinatie, deze. Dan heb ik deze schoenen, die moeten echt schoongemaakt worden, maar dit zijn van die soort laarsjes. Het lijkt een beetje op cowboy laarsjes. Door dit komen van de schoenenreus, maatje 40 neem ik aan. Draag ik ook nog heel graag, maar ze zijn wel super glad. Dus ik moet hier altijd mee uitkijken dat ik niet onderuit ga. Maar het zijn hele fijne schoenen, die ik overigens zometeen gelijk even ga schoonmaken. Dan komen we op de tweede schoenen waar ik commentaar op verwacht. En dat zijn de lage Uggs. Ik vind het fijn om twee paar te hebben. Ik heb ze in maat 40, denk ik. Ik heb ze ook al zo lang. Ik kan het niet eens meer lezen, maar in ieder geval deze lage Uggs dus. Dan heb ik dit paar schoenen en hier ben ik ook nog steeds heel blij mee. Met een rits. Deze is fake en deze is echt. Heeft ook een sleehak. Leuk te combineren ook. Ik hou van hakken. Dus dat zijn deze hele leuke schoentjes. Dan heb ik ook een paar lage schoentjes. Met een hakje, klein ritsje. Het is wel wennen omdat hij maar echt tot je enkel gaat, zeg maar. Niet hoog is. Maatje 40 komen van de schoenenreus, maar... Het zijn wel hele leuke schoentjes. Ik draag ze alleen te weinig. Merk ik wel. Ik zou ze meer moeten dragen. Dan ben ik toegekomen aan het laatste paar schoenen. En dat zijn deze laarzen. Deze laarzen die zijn eigenlijk aan vervanging toe. Maar ze hangen nog steeds in mijn stash. Maar ze zijn heel erg beschadigd. Ik weet niet eens waar deze vandaan komen. Volgens mij ook nog van de schoenenreus. Maatje 40. Net hakje eronder. Het zijn wel hele leuke schoenen, maar ze zijn niet al te mooi meer. Maar goed. Ik combineer ze af en toe nog. En ik ben op zoek naar een paar leuke nieuwe laarzen. Dan was dit alweer de video waarin ik jullie mijn schoenenstash heb laten zien. Ik hoop dat je het leuk vond om te zien. Ik vond het wel leuk om het zo een keer op te nemen. Zoals ik al zei, ik ben niet heel uitgebreid ingegaan op de schoenen. Omdat het anders een super lange video zou worden. Maar... ja, het leek mij wel leuk om jullie een kaartje te geven in wat mijn stijl is. Dus ik hoop dat je het leuk vond om te zien. Ben je nieuw op mijn kanaal, kun je je gratis abonneren als je op het belletje drukt. Blijf je ook op de hoogte van de nieuwste video's, zodat je een melding krijgt. Ik ben eigenlijk ook wel benieuwd wat jouw schoenenstijl is. Ben je misschien meer van de sneakers of hou je ook wel van een hakje? Ik vind het wel leuk om te horen, dus laat gerust een comment achter. En ik wil je voor nu heel erg bedanken voor het kijken. En ik hoop je bij een volgende video weer te zien. Doeg!